Wij staan hier voor het huis van Luc Kuipers. Hij heeft geen idee dat wij eraan komen. Het is fucking 6 uur in de ochtend. Fucking koud. En we gaan even kijken hoe gastvrij hij voor ons is. Dus ik zou zeggen, let the show begin. Een zeer goedemorgen. Jullie zijn stom geweest om jezelf op te geven voor Gutje Gutje. Ja, maar ik moet me nog afmelden. Dat heb je niet gedaan. En een camera, ja, inderdaad. Is dat je keuken? Zo, inderdaad zeg, godverdamme. Goed, nou, goedemorgen Luc. Goedemorgen. Een mooie morgen moet ik wel toegeven, inderdaad. Hoe mooie morgen? Een hele, hele mooie morgen, inderdaad. Vooral met zo'n mooie camera op je hoofd. Zo. Leuk, hè? Ja, heel fijn. We hadden het niet verwacht, moet ik toegeven. Nee, dat snap ik. Dus. Je bent zo stom geweest om jezelf op te geven voor Gutje Gutje. Ja. Heb je enig idee wat wij hier komen doen? Geen flauw idee, eerlijk gezegd, nou. Om te vergeven. Zou ik je wel even vertellen? We gaan even kijken hoe gastvrij jullie voor ons zijn op dit uur van de dag. En we hebben een paar opdrachten voor je. En die moet jij natuurlijk gewoon goed volbrengen. En dan gaan wij kijken of jij en jouw medestudenten het gastvrijste studentenhuis zijn voor ons. Oké. Ben je er klaar voor? En de eerste opdracht is dat jij een lekker ontbijtje gaat maken voor mij en mijn filmcrew. Nou, dat is geen probleem natuurlijk. Het enige nadeel is dat we weliswaar brood eten, maar het komt wel uit een bepaalde oven. En dat is deze oven. En dat is 6 jaar student life heeft hij meegemaakt. Ik zie dus, het. Ja, daar moet je tegen kunnen. Mag ik er even in kijken? Natuurlijk. Godverdamme. Yo, drop your glasses, shake your asses, face screwed up like you having hot flashes. Which one? Pick one, this one classic. Red from blind, yeah, bitch, I'm drastic. Why this, why that? Lip stop basking. Listen to me, baby, relax and start passing. Expressway, head back, weaving through the traffic. This one strong should be labeled as a hazard. Some of y'all niggas hot, psych, I'm gassing. Clowns, I spot them and I can't stop laughing. Easy come, easy go, Evie gon' be lasting. Jealousy, let it go, results could be tragic. Some of y'all ain't writing well, too concerned with fashion. None of you ain't Giselle, can't walk and imagine. A lot of y'all Hollywood drama, cast it. Cut bitch camera off, real shit, blast it. Ik zit hier aan mijn ontbijtje zo te zien en tot nu toe is dit het beste wat we gevonden hebben. Het is niet alleen het eerste studentenhuis, maar ik vraag me af of dit overtroffen kan worden. Want ik zit hier met knakworstjes en slagroom en een kerstkoekje en heerlijke toastjes met kip, curry en met eiersalade. Dus ik ben benieuwd wat dit gaat worden. Ik vind het inspirant eigenlijk eerlijk gezegd hier op de vroege morgen. Dan krijgen we nu dus ronde 2 en dat is een rondleiding door het huis en we willen je kamer zien. Ja, klopt dan. Dus we gaan even kijken wat voor ranzige spullen jij daar hebt liggen, of we nog leuke porno dingetjes vinden of juist de dingetjes waar je je voor schaamt. Hè? Die gaan we lekker even oprakelen. Ja, wie weet. Nou, daar gaan we dan.
Nou. Jij bent wel een beetje van die drankjes, of niet? Nee, nee, wat mee? Come on. Exhibit. Yeah. E-Dub. Call it what you wanna call it. I'm a fucking alcoholic. Bring it if you really want it. Ain't gotta put no extras on it. Call it what you wanna call it. I'm a fucking alcoholic. Bring it if you really want it. Ain't gotta put no extras on it. Ik zweer het je, echt, alles wat ik je vastpak heeft met zuipen te maken, gewoon. Eeuw, dit is vies, dit moet je echt filmen, dit is echt gewoon ranzig. Rondleiding gehad door het huis en het zag er allemaal netjes uit, hartstikke goed. We hebben een klein drankorgetje ontdekt, hartstikke gezellig. Verder was het toch gewoon een mooi netjes huis. Dan zijn we aangekomen tot het laatste activiteitje van vandaag. Heb je al enig idee wat het is? Nee, ja, sorry, maar hersencapaciteit is zeer miniem 's ochtends. Kan ik me zo voorstellen. Goed, wij gaan een afscheid van jullie nemen. En jullie moeten nog even aan ons laten zien hoe graag je die vette prijs wil winnen. Dus jullie mogen iets uitzoeken en aan ons geven wat wij mogen houden. Waarvan jullie zeggen van kijk, hiermee laten wij zien dat wij die prijs willen winnen. En dat wij gewoon het gaafste studentenhuis zijn. Dus ik zou zeggen, succes, ga even zoeken en kom met iets ontzettend leuks terug. Ik ben benieuwd wat ze mee aankomen zetten. What the fuck? Dit is echt vet. Ja, moet je wel uitpakken, cadeautje. Nou Joost, help mij maar even, want... Okay. Ja, mooi. Yo. Lekker. Dit is dus gewoon echt vet. Ja, dus hoe graag, zeg nog één keer even in de camera, hoe graag zijn jullie het beste studentenhuis van Breda? Nou, wij zijn het beste studentenhuis van Breda. Met z'n tweeën. Ja. Met z'n tweeën. Goed man. Hey, super. Dankjewel. Ik zou zeggen, welterusten. Welterusten en een fijne avond. Hoe nemen we dat ding mee? Nou, jongens. Toedeledokie. Nou, dit was het huis van Luc en Bram. Ik denk dat we niet beter hadden kunnen beginnen. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dit was vet. Ja, je weet waar ik op sta. Ik sta op grond en dat stop je ook wel eens in je mond. En anders stop ik in je stem, want ik ben gewoon de beste rapper van dit jaar. Ik kom niet af en na. 1, 2, 3, dat weet je nog niet. Aight, snap je.